Ik kon de poes dus niet vinden. Overal gezocht in huis. En roepen en ze gaf geen antwoord. Totdat ik zei dat er wat te eten was. En wat dacht je wat? Hier staat een lege verhuisdoos. Daar had ze zich in laten zakken. Kun je er niet uit, meisje? Dat gaat toch wel lukken of niet? Ja, wat is dat? Wat moet je broekjes? Moet je even eruit halen? Ik weet niet of dat moedwillig is. Het kan zijn dat ze dacht dat ze bovenop kon liggen en dat ze er gewoon ingezakt is. Maar... Hé, hey, Tine. Waar zijn die brokjes dan? Die zijn lekker, hè, die brokjes. Oh, krabben betekent dat ze blij is. Hé? Ja, pas maar op, val maar niet, joh. Je zit boven de trap hier. Niet alleen de saus opeten, alles opeten. Als ik daar roep dat er wat te eten is, nou, dan kan ze de mond niet houden. Hè? Tine, zo lok ik je altijd uit de tent, hè? Kijk ze me af en toe even aan, hè. Het is net buiten beeld, maar heel even wachten. Maar wat wel leuk is, is dat ze me vaak, als ik er dan eten geef, voordat ze begint, deze nu niet, maar toch nu zo groot is, maar normaal als het rustig gaat, dan geeft ze voordat ze begint, geeft ze even een kopje. Dat is toch wel erg lief. Hé, Tine? Ja, het gaat nu op. Saus en stukjes vlees. Wat een avontuur weer, hè? Opgesloten in een doos. Het verbaast me toch dat ze hem op die stellage geklommen is, want dan moest ze toch een eind voor klimmen. Het is natuurlijk al een oude poes die niet zo goed ter been meer is, hè? Dus ja. Nou, klimmen, dat doet ze niet graag. Ik heb geen idee hoe ze hier opgekomen is, want dat is vrij lastig. Ze moet eerst op een soort kattenklimmeubel klimmen, wat voor jonge katjes geen probleem is, maar voor haar toch wel. Wil je nog een beetje? Nou, ziet er redelijk uitgehongerd uit. Ze heeft eten zat, hoor. Ze heeft eerder te veel dan te weinig. Net als de baasje, hè. Nou, we hebben het voor gezien. Het was wel weer mooi.